hele goede morgen, guys. Oh mijn god, het is zo lang geleden dat het echt awkward wordt. Ik pakte net mijn vlogcamera erbij en dus ik ging gewoon lachen omdat het zo lang geleden is. Hoe heet trouwens de mall waar we zo naartoe gaan? Zo, dat is een goede vraag. Ik zit er heel aan te denken. Echt dom. West Mall? Westfield Mall. Guys, wij gaan dus naar de Westfield Mall, want wij gaan naar Schmidt Optiek. En wij gaan daar onze customized Cartier-bril ophalen. Dat is mijn eerste. Ik heb er best wel lang op moeten wachten. Ik had hem heel graag met kerst gewild. Maar ik krijg hem nu eindelijk. En Nessie is alweer zijn tweede, hè? Alweer zijn tweede. Hij is nu voor blauw gegaan. En ik ben een beetje voor een naturel kleurtje gegaan. Maar dat laat ik je straks even zien. Ik ga hem denk ik gewoon unboxen in deze vlog. Guys, is het de laatste Red Bull van het jaar? Ach man. Ik wist dat jouw reactie zo zou zijn, hè? Zo slecht dit. Waarschijnlijk zal het helemaal leeg hier zijn. We mogen de bril ook alleen maar afhalen. Mondkapje op, loving my life. Het is zo leuk als je wil vloggen willen. Vind je het leuk? Ik kan het vloggen. Zo grappig. Je doet niks. Kijk hoe leeg het is. Beetje sneu, hè? Ik ga zo wel even ergens even een koffertje afhalen of zo. Is dat de achternaam? Nee, Ahmadi is de achternaam. Hij is vet hoor. Harde? Ja. We hebben onze brillen opgehaald. Het is nu even tijd voor een cappuccino. Wat vinden ze? Even eerlijke mening. Ik wil iedereen een eerlijke mening zien. Je ziet jouw bril niet zo goed in deze licht. Ja, zo. Allemaal eerlijke mening over mijn bril. Ja. Hoe zie ik eruit? Wat vinden jullie ervan? Laat me gewoon even weten in de comments hoor. Doen we er niks mee. Very blue. Allah. Loving it. Loving the life. The superstar celebrity life. Getting coffee with the glasses. Fashion outfit. Oh, de deur is dicht. Fashionably outfit today. Even mijn auto toe, jongens. Going to the car. Oeh. Oeh, coldish. Het is een hele fotoshoot aan het houden met Nessie hier. En hij werd herkend. En de foto is echt zo ongemakkelijk. Schaam, ik zweet helemaal. Het was wel mooi aan het poseren als een model. Ja, vind je? Ja, loving the model life. Oké, hey guys, ik had het erover dat ik dus mijn bril ging unboxen voor jullie. Maar we hebben de brillen eigenlijk alleen maar zeg maar binnen nog gezien, zonder daglicht. Dus wij kwamen zo uit de mall en wij vonden ze heel erg heftig. We zijn teruggegaan om de glazen iets lichter te maken. En ik merkte ook dat ik de weerkaatsing, de kleur van de weerkaatsing, niet zo mooi vond. Dus dat hebben we ook even gefixt. En ik kan hem pas met een weekje weer ophalen. Ik daalde wel een beetje van. We wachten al een tijdje op. Maar ja, goed. Een hele goede morgen, guys. Het is vandaag vrijdag. Ik ben even onderweg naar een afspraak. Want ik heb iemand gevonden die deze lange nagels eraf wil halen. Ik weet echt niet waarom ik weer lange nagels had. Maar met kerst en zo leek het me gewoon hartstikke leuk. En ik heb ook nog glitters op mijn nagels. Echt, ik haat ze echt. Maar ik ga ze eraf halen. Ik ga lekker voor korte nagels. Ik dacht, ik ga mezelf even redden. Want stel je voor, komt hier nou weer lockdown. In principe is het biap. Maar ik kan het allemaal zelf niet. En dan ga ik weer mijn nagels verpesten. Dus liever even snel mijn nagels doen. Kijk, guys. Ik ben tegenwoordig weer goed bezig. Ik heb lekker mijn koffie gezet. Ik heb hier een zwarte koffie mee. Ik drink geen cappuccino meer dit jaar. Ik wil weer even een beetje opletten. Ik ben niet echt helemaal op dieet of zo, maar weet je, melk is gewoon niet goed voor mij. Ik kreeg er heel heftig wat op. Dus ik ga weer lekker een zwarte koffie. Ik ben weer thuis. Ik heb weer lekker korte nagels. Daar kan ik echt veel beter mee koken. En ik ga nu even starten met koken en een kookvideo opnemen. Voor de mensen die mij nog niet op Instagram volgen, ik heb nu dus ook een kookpagina. Ik heb dus een persoonlijke Instagram pagina en een kookpagina. Ik zal het even hier allemaal laten zien. En daar deel ik tegenwoordig heel veel van mijn gerechten. Ik sta echt heel veel in de keuken de laatste tijd. Ik denk een beetje door de lockdown en zo. En ik denk dat ik echt in één maand echt zoveel heb gekookt. En ik dacht, ja, waarom ga ik dat gewoon niet delen? Dus ja, dat is wat ik aan het doen ben. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zoveel gekookt als nu. En ik heb in deze maand echt gewoon zoveel geleerd. Ik had dus echt een periode dat ik echt gewoon totaal niet van koken hield. En ik zit nu echt weer in een fase waarin ik er echt van geniet. Het is nu echt voor mij
ja, een soort van therapie met lockdown. Het geeft me echt heel veel rust. En ik kook meestal ook echt zonder geluid, zonder muziek, helemaal niks. Gewoon helemaal in mijn eigen element. En wat ik dus nu af en toe doe is gewoon even alle stappen gewoon vastleggen. En dat gewoon delen met mijn volgers. En er wordt heel goed op gereageerd. En ja, ik ben er heel blij mee. Ik heb echt heel leuke recepten al gedeeld. Ik heb bijvoorbeeld laatst een lamschenkel gemaakt. Daar kreeg ik heel veel goede reacties over. Ik heb fattoes gemaakt, een Arabische salade. Ik heb een pasta gedeeld die heel goed ging. Ik heb biryani gedeeld. Dat is een kip met rijst recept. Die ook echt heel goed ging. Dit is mijn kookpagina. Ja, en dit is voor nu echt een hele leuke bezigheid van mij. Dus volg mij hierop en dan zie je allemaal recepten voorbij komen. Ik helemaal uitsloven mijn recepten, maar het meest gestelde of meest gevraagde recept is gewoon echt simpele rijst. Hoe maak je de perfecte gebakken rijst? En dat ga ik dus vandaag even opnemen. En daarna ga ik ook nog even aubergine rolletjes maken met gehakt. Mijn nagels zijn dus echt een stuk korter, maar ik wou ze eigenlijk nog korter. Ik vind ze nog iets te lang. Volgende keer ga ik nog iets korter. Deze stof is trouwens echt zo fijn. Niet normaal. In dit pakje zit sowieso echt heel fijn, moet ik zeggen. Alleen de kleuren match je niet zo heel goed. Maar het is echt wel een heel fijne stof. Oh guys, ik heb vandaag echt de hele dag in de keuken gestaan. Ik heb 3 maaltijden gemaakt. En dit is het toetje die ik heb gemaakt. Dit is rijstpudding met saffraan en rozenwater. Het ziet er echt zo cute uit. En ik heb hem net gepost op mijn Instagram. Dus als je het recept wil, moet je nu naar mijn Instagram toe. Jini. Dankjewel. Ik heb hier een lepel. Heb je zelf al geproefd? Nee, nog niet. Ik was dus vergeten te filmen wat ik voor avondeten had gemaakt. Maar ik heb dus aubergine rolls gemaakt. Gevuld met kufte en een yoghurt knoflooksausje met tomatenrijst. Dat is echt heel lekker. En het recept is nu op mijn kookpagina.